ga ik een glitch laten zien. Ik doe met mijn eigen account omdat dat ik hem niet zo erg vind. Je bouwt iets en dan komt hij zeg maar zo op 150. Maar je moet zeg maar als hij 135 HP, 34, je zijn twee verschillende kanten hakken en dan heb je een onzichtbare muur. Hij werkt echt altijd. Kijk, oh, die was even vrouw. Ik was even te laat. Die was ik te vroeg. En dan werkt die en dan kan je gewoon niet doorheen lopen. En dan zit er een deur in. Dan loop je er gewoon zo uit. Het is natuurlijk super vet. Eerst kon je eigenlijk alleen maar op de computer doen. Ik ben trouwens ook op de computer. En dan moest je het zo doen, alleen dat is super moeilijk mee. Ja, dat is er super moeilijk mee. Dus dat had ik ook niet geprobeerd. En nou is hij gewoon veel makkelijker om het gewoon. Kijk, hier kom ik ook al niet meer langs. Dan doe je gewoon zo. Op. Je moet natuurlijk niet op dit dingetje hakken, want kijk als je op dat ding hakt. Kijk. Twee keer op die ding, dan gaat hij wel weg. Je moet gewoon. Als je op. Zo. 75 en dan blijft hij even staan en dan kan je er gewoon. Ik kan hem ook gaan editen, want nu kan ik. Oh. Nu kan ik er gewoon zo overspringen. Maar tof dat jullie hebben gekeken naar deze nieuwe video. En ik hoop dat jullie het een leuke video vonden.